De vraag dringt zich op, wat doen bekende meesterlijke interviewers tijdens hun nachtelijke uren? Wie zijn ze? Wat doen ze? Hoe lang? En waarom? Een prangend verslag. Paul, ik ben een inleiding aan het maken voor ons programma. Prachtig. Wat ga je doen vanavond? Vanavond, men heeft mij gevraagd om aanwezig te zijn hier om een paar cd's te komen spelen. Dus ik heb een nieuwe job gevonden als discjockey. Sinds ik uit de running ben, heb ik natuurlijk een klein tasje meegebracht met enkele cd's in. Ja. En heb je het goed voorbereid, Paul? Uiteraard, hè. Ik bereid altijd alles goed voor. Hè. Maar iedereen kijkt er gespannen naar uit, hè? Ik vraag me af wie daar interesse voor heeft, welke plaatjes ik draag. Wij? Prachtig. Voilà. Ongelooflijk. Is dat een nieuwe carrière? Is dat een nieuwe weg die je inslaat? Denk het wel. Na het indringende interview... Vergeet niet, Luc, dat ik in België de New Beat heb gelanceerd. In het begin van de jaren 80. Is dat waar? Was u de man? Ja. Jack to the Sound of the Underground. Ja, hola. Dat ken ik allemaal van vroeger. Dus ik weet... het klappen van de zweep. Ja. In feite, iedere reportage die ik gemaakt heb, ik heb er 172 zelf gemaakt. Wat daarna komt, daar spreek ik liever niet over. Allee, Paul. Maar ik heb er 172 zelf gemaakt. Je hebt er 400 gemaakt. Ja. En ik wil eigenlijk al die reportages wil ik allemaal ook wel eens zelf beleven. Want al die reportages waren toch allemaal geheime verlangens die ik altijd zelf heb gehad. Maar alcoholisme, dat kun je... Geen probleem. Ik zou graag... een alcoholist worden. Ik zou graag alle dagen 3 flessen whisky uitdrinken en echt laveloos thuis rondkruipen en de flessen whisky, lege flessen whisky in de kelder opstapelen en dan daarna zoals Hemingway achter mijn mechanische tijdmachine gaan zitten en boeken schrijven terwijl ik onder invloed ben. Waarom niet? Ja. Dat wil ik ook graag beleven. Wil je ooit een monnik worden? Ja. Oh, mijn droom is altijd geweest om in het klooster te treden. Plastische chirurgie, een topreportage. Wil je ooit iets laten doen? Nee, maar ik wil zelf wel een plastische chirurg worden. Ik heb de handen van een plastische chirurg, zie. Bart de Koopman heeft redelijk dikke vingers. Ja. Maar ik heb heel fijne handen, dus ik heb echt chirurgenhanden. Ja. Dus mijn droom is altijd geweest om plastisch chirurg te worden. Hoe ga je nu psychologisch voorbereiden op je DJ-set? Door te stoppen met dit interview. Bijvoorbeeld. Want dit belast mij natuurlijk mentaal. Ja. Ik ga nu toch een topprestatie leveren. En een topsporter interviewen toch niet voor hij aan een belangrijke wedstrijd begint. Een topdirigent interviewen toch niet voor hij optreedt. Nee. En jij doet dat nu. Dus nee. Misschien gaat het mijn optreden hier nu volledig de mist in. Nee. Ik wil er niet voor verantwoordelijk zijn. We laten jou even los. Paul Jammers gaat zich nu concentreren om straks een toppresentatie te leveren. Een echte heuse DJ-set met Paul Jammers. Zo, Paul, je moet iets gaan doen. Schuif omhoog. Ja, oké, we zijn vertrokken. Bevalt het u? Ja, de techniek heb ik nog wat moeilijkheden mee. Dus de overgang van de ene cd naar de andere, dat is redelijk ingewikkeld. Maar voor de rest bevalt het mij wel, ja. Ja? Ja, het is een redelijk eenvoudige job. Het is niet zo moeilijk. Het heeft weinig belang wat je speelt, blijkbaar. De mensen luisteren toch niet. De gemoederen mogen wat opgezweept worden. Saai publiek, Paul, vanavond? Mooi publiek, mooi publiek. Christine, kom mij verlossen. We kunnen het toch samen doen, hè? Wat vind je van haar lijstje, Paul? Ik vind vooral Eurythmics. Dat is mijn favoriete nummer. Dat is ook een als ik dans... Geef het even mee aan de mensen. Of this, als ik dat hoor, dan word ik gek. Christine, draai het niet. Draai het nu. Kijk, daar gaan we dan. Paul, dit is het nummer waar u op gaat dansen. Ja, dan kan ik dansen. Ja. Maar niet voor de televisie, Luc. Nee? Maar dit nummer ontroert jou. Ja, ik vind dat prachtig nummer. En de Lennox. Kijk, en op dit moment zal Paul Jammers zich laten gaan op de muzikale tonen van Eurythmics. De enige echte Paul Jammers. Vallen. Christine.
Christine. Ja. Dit kom je tegen als je Paul zijn favoriet nu speelt. Nee, dan is het goed hoor. Ja. Hey. Voilà. Voilà, Christine Hemmerichs en Paul Jammers in een tête-à-tête op de muzikale tonen van Eurythmics.